Elke stad heeft zijn eigen geschiedenis, charme en culturele hoogtepunten. Voor wie zich tijdens een stadsbezoek hierin wil verdiepen, kan het museum niet achterblijven. Vandaag maken we een uitstap naar het zuidwesten van Drenthe, waar we in en rond Meppel op museumpad gaan. Kunsthuis Secretarie in de Hoofdstraat in Meppel was vroeger het gemeentehuis van Meppel. We laten daar al bijna 25 jaar moderne of hedendaagse actuele kunst zien van regionale, provinciale kunstenaars, in ieder geval kunstenaars uit het noorden. Binnenkort, dan is het echt 25 jaar, en dan wordt het Kunsthuis Secretarie, wordt Stedelijk Museum Meppel. De kunstwerken van Stien Ilsing die gaan deel uitmaken van onze vaste collectie. En deze vaste collectie die gaat aangevuld worden van tijd tot tijd met wisseltentoonstellingen met verschillende thema's van hedendaagse actuele kunst. En natuurlijk ook met tentoonstellingen over Meppeler schilders. Ik ben Jan Schildbroer, ik ben bestuurslid sinds 3 jaar van het Drukkerijmuseum. Het museum vertelt de geschiedenis van de communicatie. Vanaf het spijkerschrift, lodedrukletters, zetmachines en een leuk handboekbinderij. Het museum is bijzonder en uniek omdat de machines die hier staan ook daadwerkelijk werken voor de bezoekers, zodat ze echt een indruk kunnen krijgen hoe het vroeger werkte. Waarom zou je het Drukkerijmuseum in Meppel moeten ervaren? Om de geur van drukinkt binnen te krijgen. En er zijn ontzettend leuke mensen bezig en die laten je van alles zien en laten ook heel veel zelf doen. Welkom op landgoed de Havikshorst. Een landgoed wat al meer dan 650 jaar gelegen is in het mooie Reesdal in Zuidwest-Drenthe tussen Meppel en de Wijk. In het jaar 2000 heeft men besloten hier een beeldenpark te maken in de mooi gerestaureerde klassicistische tuinen. En heeft men in samenwerking met Beelden aan Zee een mooie collectie samengesteld van de Nederlandse figuratieve beeldenkunst van de 20e eeuw. Geniet van het eeuwenoude landschap, de prachtige havenzaten en de geweldige beeldentuin. Dwaal door de Frans-klassicistische tuin en ontdek een compleet overzicht van de Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst uit de 20e eeuw. Ga naar museumtv.nl om ook de volledige films over deze of over honderden andere Nederlandse musea gratis vanuit uw luie stoel te bekijken. En abonneert u zich op dit kanaal en onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze nieuwste content. Dank voor het kijken.